staan. En ik vond het echt geweldig. En je gaf echt 100 toegiften. En ik liep later buiten in Carré. Stapelverliefd met Debbie naar buiten. En ik zei, ja, ik heb het ballen van begrepen. Wat een idioot, maar wat was dit leuk. En toen later, nou, vorig jaar ben ik weer bij je geweest. Ben daartussendoor ook nog een aantal keren. En toen had ik mijn zoon meegenomen. En toen ging je weer toegifte geven. En mijn zoon die keek me aan. Je deed een toegift, toen deed je nog een toegift, toen deed je nog een toegift. En je vroeg ons niet meer op het podium, ik weet niet waarom. Maar en toen zei je aan het eind, jouw vrouw die zat naast, ik zat inmiddels in een keurige grote mensenloge. En jouw vrouw zei, nou ja, loop er even mee naar achter, dan gaan we Herman nog even begroeten. Toen was je met toegift nummer 841 bezig. En toen heb ik je tussendoor heel even gegroet. Toen zei ik, Herman, hartstikke leuk en bedankt en mooi en zo. Toen zei, ja, maar ik moet nu nog even één toegift doen. Zat er 9 man in de zaal. En toen liep ik met mijn zoon liep ik naar buiten. En die zei, ik heb er niks van begrepen. Wat een idioot, maar wat had ik een geweldige avond. En toen lag ik s'avonds in mijn bed met nog steeds dezelfde Debbie. En toen zei Debbie opeens, godverdomme inbrekers. En toen keek ik in de tuin. En die stond er in de tuin te zingen. Herman van Veen. Want wij hadden één toegift gemist. En toen denk ik dat je iedereen nog langs ging. Ook in Almere. In Muntendam en Almere. Herman, ik ben je heel veel dank verschuldigd. Dank je wel. En als je, Herman Vinken zei, als je 80 bent, dan kom ik. Ik kom als je 110 bent. Ik sta er. Ik ben fantastisch. Er.